Welkom allemaal. We beginnen meteen met Mark Overmars. Die heeft een nieuwe baan gevonden in België. Hij wordt directeur voetbalzaken bij Royal Antwerp FC. En dan denk je, oké, die durven. Maar ze zijn daar heel blij met hem. De algemeen directeur heeft gezegd, Mark Overmars matcht met onze eigen waarden en normen. Dat is interessant. Maar het klopt wel, want als je kijkt naar hun clublied bijvoorbeeld, dan staat er, want wat er ook mogen gebeuren, ons mannekens staan altijd pal. En daarvan was altijd onduidelijk wat het betekende, maar nu niet meer, zeg maar. Oké, en dan nog het oorlogsnieuws. De Oekraïense president Zelensky die gaat volgende week onze Tweede Kamer toespreken. Via een scherm. Hij komt niet zelf hierheen natuurlijk. Hij vindt de omgangsvorm in de Tweede Kamer een beetje te ruw. Dus hij blijft veilig in Kiev. Voorzitter Vera Bergkamp die heeft nog wel even bij de Kamerleden gepeild of er belangstelling voor was. Hoezo ga je dat peilen? Ik bedoel, dat vinden ze toch sowieso geweldig? Ik bedoel, film kijken in plaats van werken. Toch? Als het gepiep van de wieltjes van dat tv-karretje al horen, worden ze al onrustig. Geert Wilders helemaal chagrijnig. Als het weer Jumanji is, ben ik weg. Dus... Zelensky die heeft de afgelopen weken wel meer landen toegesproken op zoek naar extra steun. Hij is eigenlijk bezig met een soort tournee. En de man is een acteur, hè? Dus die heeft er gewoon gevoel voor. Dus hij past heel slim elke speech aan het land waar die is. Hier, dit was in de VS. Я маю мрію. Ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати, я маю потребу. Tuurlijk, Martin Luther King. En dit was Duitsland. Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні. Руйнуйте цю стіну. Ronald Reagan, dat is een goede keuze. Want ik bedoel, je kunt ook Merkel citeren, maar als Zelensky zegt, wir schaffen das, dan denkt iedereen, oh, ze redden het wel, hangen wij op, doei. Hallo. En voor het Britse lagerhuis had Zelensky zich verdiept in de Engelse literatuur. Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. Best leuk, maar wel een beetje cliché, toch? Ik bedoel, doe dan Monty Python. Ukraine isn't dead, it's just resting. Maar hij moest ook nog naar Zwitserland, of in Zwitserland speechen. En dat heeft natuurlijk niet echt literatuur of historische gebeurtenissen waar je iets mee kunt. Dus ja, waar begin je dan over? Zakmessen of kaasfondue of wat? Good food, good life. Gutes Essen, gutes Leben. Zo heißt der Slogan des Unternehmens Nestle. Een bedrijf pakken is een beetje een noodgreep, maar je komt er net mee weg. Kijk, het is echt supercool en slim dat hij voor elk land een eigen speech maakt. Maar ik ben ook een beetje bang voor wat hij dan straks bij ons gaat doen. Ik bedoel, straks begint hij over klompen en tulpen of stick your finger in the dike. Of... Dus één tip om alle Nederlandse harten te veroveren, wat hier al 10 jaar werkt. Zeg gewoon dat we een supergaaf land zijn. Krijg je alles voor elkaar. Niks meer aan. Oké, en dan wil ik ook nog... En dan wil ik even nog naar Zeewolde. Heeft nog nooit iemand gezegd. Nee, ik wil echt even naar Zeewolde, want daar gebeurt iets moois. Een soort Asterix en Obelix tegen Goliath. Een soort Pinkeltje tegen de Romeinen. De Smurfen tegen Real Madrid, je snapt me. Morgen is namelijk een belangrijke dag voor Zeewolde. Want wat is er aan de hand? Nou, één van de grootste en rijkste bedrijven ter wereld, Meta van Facebook, wil in Zeewolde een mega datacentrum bouwen. Nou, eerst was het gemeentebestuur voor, maar toen kwamen de verkiezingen. De partij die tegen de komst is van het mega datacentrum van Meta, het moederbedrijf van Facebook, is in één klap de grootste geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bam, Leefbaar Zeewolde haalde 10 van de 19 zetels. Een absolute meerderheid voor een partij die geen Facebook datacentrum wil. Hier, dit zijn die badass motherfuckers. Ja. Gefotografeerd op het mooiste plekje van Zeewolde. En zij hebben nu dus een absolute meerderheid. Dat is in de hele geschiedenis van Zeewolde nog nooit gebeurd. Moet ik wel bijzeggen, de gemeente Zeewolde bestaat pas sinds 1984. Dat weet ik uit het artikel De 25 dingen die je moet weten over Zeewolde. Echte aanrader, hier bijvoorbeeld nummer 23. De familie De Jager verhuisde in 1998 van de Jutterpalaan naar de Wulpweg. En dat klinkt saai, maar ik moet erbij zeggen, ze namen wel hun hele huis mee. Beetje aso, wel een goed verhaal.
Maar zelfs met een absolute meerderheid geloofde niemand dat Leefbaar Zeewolde Facebook kon verslaan. Ze werden zelfs beschimpt en uitgelachen. Ik denk dat de kiezer ook wel misschien een antwoord verwacht van datacenter. Dat zal nu wel van de baan zijn, hè? Ja, nou, die garantie kunnen we helaas niet geven. Nou, lekker dan. Dat worden 4 hele lange jaren in de gemeenteraad. Misschien kunnen ze een coalitie vormen met de Partij tegen de Drooglegging van de Zuiderzee. Wat een goede grap! En wij lachten erom, want wij dachten, het gaat Zeewolde niet lukken om dat datacentrum tegen te houden, want daarvoor hebben ze de minister nodig en die had dit gezegd. Zeewolde is geen gelopen race, maar kan ik ook niet ongedaan maken met de bestemmingsplanprocedure, met het voorbereidingsbesluit wat ik nu heb genomen. Nieuwe Zeewolders voorkomen, dat kan ik wel. Nieuwe Zeewolders voorkomen? Dat zeg je toch niet? Jawel hoor, en hij deed het zelfs nog eens. Dat is ook de reden dat ik heb gezegd, nou niet nog meer Zeewolders. Op een gegeven moment moet je stoppen met Zeewolde dissen, Hugo. Dus ik had niet heel veel hoop, maar na die zegen van Leefbaar Zeewolde was Hugo ineens om. En las ik dit. Minister De Jonge wil Komst Mega Datacentrum Zeewolde blokkeren. Hij is ook aan boord. En morgen is dus een spannende dag voor Zeewolde, want dan stemt de Eerste Kamer over een motie om de bouw van het datacentrum tegen te houden. De gemeenteraad is tegen het datacentrum, de minister is tegen het datacentrum, de inwoners zijn tegen en nu is het dus aan de Eerste Kamer. En ik wil de Eerste Kamerleden helemaal geen stemadvies geven, maar ik wil ze wel een kleintje verhaaltje vertellen. In 1984 werd in White Plains, New York, een jongetje geboren, Mark Elliott Zuckerberg. Het jongetje was vastbesloten de wereld te veroveren met een website om klasgenoten te beoordelen op hun uiterlijk. De website werd een wereldwijd platform waarop iedereen elkaar kon vinden, verkiezingen kon manipuleren, kapitoolbestormingen kon plannen en genocides kon aanwakkeren. Maar in 1984 gebeurde ook nog iets anders. Aan de andere kant van de oceaan, ergens in een polder, werd een klein dorpje gesticht. Een dorpje dat vastbesloten was om zich niet over te geven aan de nieuwe blauwe dreiging. Familie De Jager verhuisde naar de Wulpweg en de website van Mark groeide uit tot een monster met 2,5 miljard tentakels. Facebook kreeg alles en iedereen in een wurggreep, tot niemand meer zonder het dataslurpende, likes uitspugende blauwe gedrocht kon. En ook voor ons lieve dappere polderdorpje, de parel van Flevoland, leek alle hoop verloren. Maar toen, op dat moment, stonden er nieuwe helden op. Een onwaarschijnlijke groep misfits sloeg de handen ineen in een laatste poging om de dreigende datadozen buiten het dorp te houden. Zeewolde, laat de rest van de wereld zien dat, ook al lacht iedereen je uit. En ook al word je door niemand serieus genomen, dan nog kun je wel opstaan tegen de terreur van de messenger multinationals. Nieuwe Zeewolders voorkomen, laten we juist zoveel mogelijk nieuwe Zeewolders creëren. En laat de Zeewolde zijn driekleur wapperen boven het zelfgeschapen land en de smeulende resten van het miljardenkoppige monster uit Silicon Valley! Nogmaals. Geen stemadvies verder. Dames en heren, dit was vandaag. Straks bespreek ik Ajax Feyenoord en is Gerrit Hiemstra te gast. Maar eerst nog even dit. De Avondshow presenteert We Hebben Een Beeld, Bart. Hier zijn de spelers met kracht voornamelijk bezig, maar daarachter, je mag stoppen Barter, is Mike de Wierik bezig met de VR-bril. Tot zover, we hebben een beeld, Bart. Huh? Is het nu al afgelopen? Ik ben nog helemaal niet klaar met kijken. Herken jij ook dit soort gevoelens? Stem dan nu je computer af op het kanaal van NPO Start. Daar kan je samen met lotgenoten kijken naar onvoorstelbaar veel meer afleveringen. Sterkte, je bent niet alleen.